zijn hier vandaag bij ons op de boerderij. Boerderij de Koelster in Heilo. Vandaag is tweede paasdag. En tweede paasdag is bij ons de dag. Dan gaan eigenlijk de koeien altijd naar buiten. En daaromheen organiseren we een open dag. En hebben we allemaal activiteiten voor mensen. We organiseren dat om een aantal redenen. Eén, gewoon de boer-burgerverbinding. Hè? Uiteindelijk gaat het erom dat wij als boeren staan we midden in de maatschappij. En de mensen om ons heen, die zien ons bedrijf altijd maar van de buitenkant. Dus het is altijd goed om dat te laten zien wat je nou doet op je bedrijf. Om gewoon dat gesprek aan te gaan, om te laten zien wat we doen. Ja, en het feest van de koeien voor het eerst naar buiten te doen. Ja, dat delen we dan ook gewoon met elkaar. En daar komt eigenlijk iedereen straks ook naar kijken.